Een week na het carnaval is het nu tijd voor een Limburgs voetbalfeest. Bij gebrek aan andere clubs op het hoogste niveau uit deze provincie. De enige Limburgse derby. Het beste wat Limburg voetballen dus voor te schotelen heeft, krijgen we vanavond te zien. En dat zou betekenen dat de nummers 14 en 15 van de Eredivisie ons moeten gaan vermaken. Laten we hopen dat dat gebeurt. Wat sfeer daar achter het doel bij de fanatieke aanhang van VVV. En er worden gewoon handen geschud. Dat is bij andere clubs wel eens wat anders. De opstelling van VVV Roel Jansen keert terug naar schorsing. Met nummer 11, Richard Neudekker, is de grote verrassing in de basis. Darfalou, Opoku en Djeboa zijn de aanvallers. Dit is de opstelling van Fortuna Sittard. Eigenlijk niet heel veel verrassingen. Ninai keert terug na een schorsing. Damascan in de punt van de aanval. Het is een beetje een tombola voorin bij Fortuna. Dan weer de een, dan weer de ander. Damascan zou de beste spits zijn in de selectie. In de kleine ruimte. En daarin verwacht Fortuna vandaag veel te moeten opereren. Ninai. Geduldig zoekt Fortuna waar de ruimte ligt. Misschien hier bij Sies. Tweede bal is voor Fortuna. Diemers. Eerste poging van hem. Was drie keer raak in Sittard tegen VVV. Alle drie de keren uit spelervattingen. Twee vrije trappen en een penalty. Goed gedaan dit. En nu is er ruimte voor Fortuna. Damascan biedt zich aan. Daar is Sies. En in de herkansing is er geen mogelijkheid voor een speler van Fortuna. Eigenlijk voor het eerst dat Fortuna daar goed langskomt. Daar aan die flank via Paslak. Diemers omsingeld door drie spelers van VVV. Uitweg naar de zijlijn krijgt hij een tikkie mee, zegt Van Bruns. Het gebaar van Makkeli is duidelijk. Die reputatie heeft Diemers ook wel een klein beetje. En Makkeli is er nu klaar mee. Nou, hij doet voorkomen alsof er een gigantische aanslag op zijn enkel gepleegd wordt. Pacionik. Weer die Duitse rechtsback. Dat is nog knap binnengehouden. Nu 1 tegen 1 met Cox. Pacionik, dat is een aardige versnelling. Met bal sneller dan de linksback van Fortuna. Maar dan staat niemand van VVV klaar om die teruggetrokken voorzet binnen te schuiven. En dit is dus al een grote kans te noemen na 25 minuten spelen. Teki, nu is er wat ruimte voor Fortuna. Is deze bal van Teki slordig. Darfalou, zowaar wat swing in de wedstrijd, zowaar wat tempo. Djeboa, de kaats met Darfalou gaat niet door omdat hij onderuit is gehaald. En dan volgt er ook een gele kaart voor Dammers. En je hebt zo'n gevoel dat dit echt een grote kans is. En dus maakt Kozelev zich druk. En dat is terecht. Maar hij handelt uitstekend. Goed optreden van die doelman van Fortuna Sittard. Naar die vrije trap van Bruns. Ja, statistisch gezien kunnen we dus rekenen op heel veel doelpunten. De eerste half uur wijst daar niet echt op. Ja, de aftastende fase zit er toch echt al op. Maar het voetbal is nog steeds voorzichtig. Je proeft toch ook vooral de spanning. De spanning die is ontstaan op de ranglijst door het punten pakken van al die ploegen die onderin staan. Diemers. Smeets. Die zou het een keer kunnen proberen. Geboren in Landgraaf, Jorrit Smeets. Hans de Koning denkt ook het zijne ervan. Ninai.
Smeets. Sies. Levert zo in met Neudekker. Jeboa die wil zichzelf graag lanceren. Darvalou duikt de hoek in. Goed balletje van Jeboa. Darvalou, randje 16, Neudekker. Inmiddels genoeg mannen terug van Fortuna Sittard. En dus ook dit gevaar eigenlijk alweer vrij eenvoudig geneutraliseerd. Diemers. Dit is een overtreding. Ja, daar valt geen spel tussen te krijgen. Vooralsnog zijn de beslissingen van Makkely allemaal de juiste. Kiesbaum kent natuurlijk nu zeker die kwaliteiten van Diemers. Maar gaat hij het wel doen? Dat is niet het geval. En Kiesbaum moet zich even goed strekken. Poging van Smeets. Misschien wel wat verrassend, maar goed, hij is goed met links. Maar net niet goed genoeg om Kiesbaum hier te passeren. De corner nog voor Fortuna. Sies. En die kopt hem recht in de handen bij Kiesbaum. En zo levert de blessuretijd toch nog de grootste kans op voor Fortuna. Mooie paas naar Jeboa. Gelijk een dubbele dekking voor hem. Langs Rota, dat doet hij goed. Ninai werkt die voorzet weg. Jansen vangt op. Nu mag die linksbuiten het andermaal proberen. Jeboa, aardige versnelling en een goede redding van Kozelev. Pasionik. De aanval van VVV blijft voortduren. Neudekker. Pasionik. Aardige dribbel. Vrije trap voor VVV. Lekker neergelegd. En de afvallende bal levert echt een grote kans op voor Reuzeler. Moest snel handelen. Handelt wel snel, maar uiteindelijk niet juist. En dit zijn dan toch kansjes. Diemers. Teki, je kan het ook een keer van ver proberen. Ja, waarom ook niet? Soms moet je het geluk gewoon een beetje zoeken. Teki doet dat in deze situatie. Diemers. Nou, die wordt natuurlijk vastgezet. Krijgt die bal terug. Dit is een handig foefje. Diemers. Damaskan. En nu de tegenstoot van VVV. Maar Darvalou is vooralsnog in zijn uppie. Gunt zichzelf nu wel wat tijd. Jeboa. Darvalou. Hoogstaand voetbal in de koel. En komt er ook een kans? Jazeker, voor Prins. Want dan is Darvalou degene die heel goed staat voor Fortuna. Is dit Hens? Makkely vindt in ieder geval van niet. En dan komt er geel vanwege al te heftig protesteren. Damaskan krijgt geel. Makkely legt het hier uit via de knie op de arm van zo dichtbij. Dan ga ik daar geen penalty voor geven. Ja, zo zijn wel de regels. Kijk, hakje. Daar zijn we blij mee op een avond als deze. Ook al komt hij van de scheidsrechter. En dan is het heel makkelijk om te roepen. Danny Hakkely. Opoku. Dat is goed gedaan. En Pasionik heeft wat ruimte. In ieder geval tijd om die bal goed klaar te leggen. Hem goed voor te geven. En dat is zowaar een kansje. Misschien was die kans wel groter voor Sinclair. Maar Darvalou is blijkbaar Oost-Indisch doof, gaat voor eigen kans. En gezien zijn moyenne is dat niet heel gek. Wil een van beide elftallen nog het risico nemen op een nederlaag?
met de kans op een overwinning? Dat is een beetje de vraag die nu boven de wedstrijd hangt. Sinclair is nog fris. Dit is vrij eenvoudig. Korte hoek, Kozelev. Post. Simpel, maar wel efficiënt. 1-2'tje met Pacionik. Die voorzet is ook niet onaardig. En Opoku. En nu willen ze bij VVV allemaal een strafschop. Omdat er iemand optreedt als keeper. Maar die heeft geen handschoenen. Makkeli geeft het weer aan wat er gebeurt. En gebaard zo te zien. De arm is naast het lichaam in een natuurlijke houding. Nou, dat zullen we straks nog wel zien. Of dat daadwerkelijk het geval is. Pacionik. Sie staakt de achtervolging. En dus Pacionik op de vuisten bij Kozelev. Opoku, is dit dan het moment waar VVV op loert? Opoku neemt ook weer net iets te veel tijd. Dit is nog een geschonken kans, eventueel aan Paslak. Nog wel een lange weg te gaan. Diemers, de extra tijd zit er al op. Diemers zou het nog één keer zelf kunnen doen. Diemers. Dan is Paslak als door een wonder hersteld. En komt er nu een vrije trap voor VVV. Omdat Makkeli zich niet zo voor de gek wil laten houden. De twee hoogst voetballende clubs van de provincie konden vandaag niet heel veel bieden. VVV en Fortuna. Het werd een wedstrijd zoals je hem eigenlijk op voorhand verwacht. Zonder heel veel kansen. Zonder veel spektakel, met heel veel voorzichtigheid en angst om te verliezen. En dus is 0-0 een zeer logische uitslag.